Coöperatie Vitelia opende vrijdagmiddag op feestelijke wijze haar nieuwe silocomplex aan de haven in Wansum. Daarmee gaan schepen grondstoffen aanvoeren voor de mengvoederfabrieken van Vitelia in Oerlo en IJsselstein. Het kolossale silocomplex toont met zijn even gezichtsbepalende als hoogte van 66 meter hoog boven Wansum uit. De nieuwbouw is belangrijk voor zowel het bedrijf als de regio. Nou, ik denk het wel, zeker de veehouderij in de regio is erbij gebaat. Wij kunnen grondstoffen en voeders op een efficiënte manier produceren en leveren aan die veehouders die natuurlijk bij ons de grootste stakeholders zijn. En voor ons als bedrijf is ook een stukje duurzaamheid dat we pakken om wat kilometers van de weg te halen, dat met het schip te doen en wat minder overlast te bezorgen in de dorpen waar wij zitten. In de aangrenzende haven worden schepen met grondstoffen voor veevoeders gelost. Mais, touwen, soja en dergelijke gaan met de lopende band naar het complex, worden via een band met bakken naar boven gebracht en in één van de ruim 80 silo's binnen de hoogbouw gestort. Klaar om per vrachtwagen naar de mengvoederfabrieken in Oerlo of IJsselstein vervoerd te worden. Dit is een strategische keuze. Je kunt hier op termijn, we zitten in Oerlo en IJsselstein, zitten we in de dorpen met de fabrieken. Dat doen we probleemloos op dit moment. Alleen naar de toekomst toe zeg je ook, je wil een keer aan het water zetten. Nou, je kunt hier naar de toekomst toe, kun je hier mengvoederproductie bij bouwen als je dat wil. Met de nieuwe silo's in Wansum kan Vitelia maar liefst 21.000 ton aan grondstoffen opslaan. Genoeg voor 2,5 week aan voorraad. De nieuwbouw aan het water is een bewuste keuze. Ja, de keuze voor water is bewust, omdat je natuurlijk, je hebt water nodig voor schepen. Dat is een ding wat zeker is. En wil je die het voordeel halen op je inkoop, wil je die duurzaamheid die kilometers van weg halen, dan is water een heel mooi alternatief. Vitelia is met de nieuwbouw klaar voor de toekomst. Dit is de eerste stap die we nemen met grondstof op en overslag. We willen vervolgens wel kijken hoe kun je die grondstof bewerken. Dat is stap 2. En dan misschien over heel wat jaren dat je de rode productielocatie bijbouwt. Maar dat is nog echt ver toekomstmuziek. Het gebouw werd vrijdagmiddag onder grote belangstelling officieel geopend door 265 ballonnen op te laten. Er is ook een goed doel aangekoppeld met een persoonlijke link naar Vitelia. Dat is ALS. En wat wij doen is dat wij daar hangt een kaartje aan. Dat kaartje, daar is return to sender staat erop, dus die wordt teruggestuurd. En dan kijken we naar de kilometers die de kaartje afgelegd hebben. En daar hangen we een bedrag aan. En dat is ALS. En dat doen we vanwege het feit dat we afgelopen jaar Martin Renkens, een collega van ons, aan die ziekte verloren hebben. Dus dat is ook een beetje nagedacht aan hem. Jij is directeur, groot project, trots man vandaag. Heel trots man. Ja, we hebben 450 man vanmiddag, dus dat gaat boom. En morgen hebben we de open dag voor de omgeving. En daar ben ik heel benieuwd hoeveel mensen daar afkomen. Dus spannend en heel leuk. Zaterdag 21 januari van 11 tot 5 uur houdt Vitelia voor belangstellenden een open dag in en om de nieuwe grondstoffen op en overslag in Wansum.